De baas van de SP, Elmer Roemer, heeft zijn toekomst verbonden aan het succes wat hij behaalt bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Dus de tijd van Emielke is voorbij. Heb je al afscheid genomen van Emiel? Afscheid? Waar heb je het over? Het gaat prima in de SP. Ja, dat zegt iedereen, dus dan gaat het helemaal niet goed. Maakt niet uit, maar kunt u het aan? Als iedereen het zegt dat het goed gaat, dan gaat het goed. Nee, dan gaat het heel slecht. De Provinciale Statenverkiezingen, 18 maart, dat is drop of eronder voor Emiel Roemer. Nee hoor, het is drop en eronder voor het kabinet, lijkt mij. U heeft toch aangekondigd dat het eigenlijk ook een soort landelijke verkiezing is? Ja. En daarmee eigenlijk ook de verkiezing, ja, of u nou wel een goede leider bent? Nee, dit is echt ja. Een landelijke verkiezing, dat heb ik inderdaad gezegd. Als het dan niet goed gaat, dan moet het kopie van Emiel, nou kopie, die bolle hartjes moeten gaan rollen. Nee, Emiel doet het onwijs goed, daar ben ik ontzettend trots op. Hij doet het helemaal niet goed, gaat hartstikke slecht in de peiling, joh. Nee man, we gaan ontzettend winnen, de Provinciale Staten, en dan gaan we een ontzettende meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Dus heb je gedronken, Nine? Nee, ik ben ontzettend nuchter. Ja, uw partij staat op min 26 zetels in de peilingen. En meneer Roemer, die eet er helemaal niks van weg. Begrijpt u dat? Gaat u nou mij vragen wat een probleem is voor meneer Roemer? Nou, meneer Roemer zelf weet het namelijk ook niet. Dus ik denk, ja, u verliest die zetels. Weet u hoe hij die PvdA-zetels kan krijgen? Nee, ik hou me met mijn eigen problemen bezig en niet met die van anderen. Ja, dat is een flink probleem natuurlijk. Daarom, is al groot genoeg. Nu is het wel zo dat de PvdA onder Samson in elkaar stort. En dan zouden jullie als linkse partij gebruik van kunnen maken. Dat lukt niet. Aan wie ligt dat? Behalve dan aan jou? Ligt dat ook aan Roemer? Nee, dat ligt eraan dat mensen in dit soort tijden blijkbaar denken van rechtse partijen die bieden oplossingen. Nou, dat is meestal wel waar, ja. Mensen zijn inderdaad erg aan het zoeken en dat hebben denk ik alle partijen last van. Je ziet het ook echt heel erg fluctueren. Wat is dit nou voor lulkoek, zeg? Ja, dat is geen lulkoek. Dat is ja, de PvdA, dat is een linkse broeder van u, die sodemiet in elkaar. Dan ja, moet u toch vreselijk stijgen, dat doet u niet. Nee, dus dat gaat niet goed met meneer Roemer. Jawel, we staan nog steeds op winst, maar had het beter gewild. Ja, natuurlijk had ik dat beter gewild. We zijn 26 zetels kwijt, het is toch voor u gewoon shoppen? Beetje linkse lulkoek en huppatee, dat gaat goed. Nou, wij op 18 maart gaan wij flink shoppen. Gaat u Roemer missen, want u gaat hem waarschijnlijk overleven. Ja, u overleeft geloof ik iedereen hier op deze manier. Roemer is een volhouwer hoor. En u ook? Ja. Tegen beter weten in? Nou, misschien allebei wel, ja. Kunt u Roemer opvolgen? Dat is helemaal niet aan de orde. Zou u het willen? Nee. Waarom niet? Je hebt wel ambitie. Bij mij blijft 65-65. Ik heb nog 2 jaar te gaan. En je bent nog maar 63? Zo de jezus. Wat zou je ervan vinden om de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de SP te worden? Die hebben we al gehad. Dat was Agnes Kant. Ja, daarom zeg ik ook de eerste vrouwelijke. De tijden van Barack Obama was Agnes Kant. Toen was het Yes We Can, but Agnes Kant. En als het dan misgaat, dan pleuren jullie me lekker aan de kant. Net als Agnes Kant. Aan de kant. Nee, en Agnes Kant is gewoon zelf opgestapt. Ja. Ja, zeker. Ik weet dat een aantal journalisten blijkbaar het erg leuk vinden om hier mensen in Den Haag, van welke partij dan ook, eens een keer bij de oren te pakken. Dan moeten ze vooral blijven doen. De mensen die de SP goed kennen weten dat wij met andere dingen bezig zijn. Ja, en u heeft flink wat houvast. Ja, ik geloof het wel. Bij die oren. Ja, dat... Dat zal me kraken, man. Nou, daarom, dat zie je maar. Vrij makkelijk pak, hoor. Ja, voor jou, hè? Nou, zeg, wat een enorme ding, joh. Een kale kop voor jou is lekker. Kom maar, kat, hè? Nou, jij begint.